Dan heb ik nog een tweetal folders meegenomen van de organisatie waar ik zelf een paar jaar mee naar Spanje ben gegaan voor het onderzoek naar schildpadden in de buurt van Sevilla. Ook dit jaar gaat het onderzoek wederom lopen. Dus we hebben nu voor het voorjaar twee lange weekenden gepland. En waarschijnlijk komt er ook in juni nog een specifieke week voor schildpaddenonderzoek. Dus liefhebbers worden gezocht. En een soortgelijke week ook in het gebied van Polen. Dus mocht er liefhebbers zijn, dan ligt hier de informatie voor ons klaar. Ook een welkom aan onze ereleden. Ik noem ze nog maar even. Onze oudste erelid aanwezig, Tini Kronenberg. En Henk Zwartepoorten is nog in de zaal. Maar ook zag ik een aantal, Henk, welkom in deze zaal ook. Een aantal nieuwe leden, ook die wil ik van harte welkom heten. En ik hoop dat u zich snel thuis voelt in deze omgeving en dit gezelschap. En dat gaat steeds beter. De afgelopen jaren is er een geregelde terugkoppeling, ook als er daar geweest is. Of dat er mensen daar zich in het project zijn gaan mengen. En dan hebben we het over lokale mensen, bouwers. Maar we hebben het ook over de Spaanse architecten die bij betrokken zijn, die ontwerp hebben gemaakt voor het hele project. En in die zin kunnen we natuurlijk ook hier naar u toe ook een geregelde update geven van de voortgang. In het komende Trionix komt er ook een stukje over te staan. En elk jaar, als het even kan, een presentatie hier in Maarn. Ik werk als docent biologie in het speciaal onderwijs op het moment in Arnhem. Monique, mijn assistente, die kan me even begeleiden bij het zetten van de dia's. Ik ben half Italiaans, mijn moeder is Italiaans. En zodoende kom ik eigenlijk mijn hele leven al in Italië. En mijn moeder en mijn broertje wonen sinds een paar jaar op Sardinië. En dat is een ontzettend mooi eiland. Het is ook een heel groot verspreidingsgebied. Het is echt immens waar het dieren ook al voorkomt. Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Afghanistan, Rusland, Iran en een deel van China. Overal is deze soort wel aan te treffen voor de dieren. Graag. En dat is een plaatje van het verspreidingsgebied van deze soort. Van die vele routes. Die is blijven liggen. Daar is we hebben daar een stuk discussie over gehad, maar je moet zich voorstellen, er zijn zoveel paardjes die je loopt te bewaken. En dan denk je dat je het voor elkaar hebt en dan komt er uit het eigen kamp weer een briefje van, gaat dit niet verder dan dat we afgesproken hadden? Want misschien willen we wel geen ontheffingen of zo. Een kempzeeschildpaard, de kleinste soort. En ook de meest bedreigde soort zeeschildpad. Het wordt ongeveer 65 centimeter lang. En voor een paar jaar geleden waren er maar 5000 over in de wereld. En hier komen ze voor, een golf in Mexico en langs de oostkust van de VS. En dat is hartstikke mooi. Een van de nadelen is, ze leggen eieren overdag. En dan is het makkelijk prooi voor roofdieren, de eieren in ieder geval wel. En een van de triggers, en dat was eigenlijk ook een aanleiding voor deze lezing. Ik heb eens een keer een AID-ambtenaar op bezoek gehad. Ik denk dat het ondertussen al een jaar of 10 geleden is. En die man die zei van, ja, naakweekschildpadden, die herken ik zo van wildvangdieren. Toen dacht ik van, nou ja, ik hou al heel lang schildpadden, ik weet het niet. Maar die meneer is misschien wel heel erg intelligent en die weet wel heel veel.